Hey lieve kijkers, nou vandaag weer een nieuwe lichtdalactivatie meditatie vanuit mijn praktijk. En ik heb nog geen idee wat het thema is, wat wil doorkomen. Dus ik zou zeggen, laten we dit ook gewoon lekker samen doen. En kies ervoor om lekker te gaan zitten of dat je ergens fijn kunt gaan liggen. Sluit je ogen, haal ook een paar keer diep. Lekker in en uit adem, zodat je ook echt helemaal even bij jezelf kunt komen. Het is ook fijn om met je aandacht naar je hart te gaan en met je in je buik aanwezig te zijn. En ik zou zeggen, laten we gewoon samen op reis gaan in deze lichttaal meditatie activatie. Mag je dus met je aandacht in je hart aanwezig zijn en je hart ook openstellen. Ik zie dan zelf altijd of regelmatig een roos erbij of ik zie een rood gevuld hart. Dat is voor mij ook de liefde, hè? Dat we ons open kunnen stellen voor de liefde, voor de bron, voor de Godgodin, het universum, het leven, hoe je het ook wilt benoemen. Maar ik voel me ook helemaal verbonden met mijn buik, met mijn bekken, mijn heupen. Dat zorgt er ook voor dat ik mij krachtiger voel, dat ik er ook sta, dat ik thuis ben in mijzelf, dat ik aanwezig ben in mijzelf. Dat bekrachtigt, dat versterkt, dat geeft rust, dat geeft vertrouwen. Dat vind ik allemaal in mijn beleving, vind ik dat allemaal hier onder in mijn buik. Ook eigenlijk een heilige tempel, hè, waar je, ja, ik zeg altijd zo, waar je als vrouw zijnde eigenlijk, ja, je kind draagt. En dat maakt ook niks uit of je man of vrouw bent, maar wij dragen eigenlijk ook onszelf hier. Helemaal in je bekken, in jouw heupgebied. Ik zie dat toch als een tempel ook, als een gebied waar je in aanwezig bent. En ook als je in en uit ademt, dat je adem en wat er diep in je buik komt. En de liefde, het licht dat door je heen stroomt, dat je in en uitademt. De liefde en het licht dat je in en uitademt. Dat ook helemaal door je lijf mag gaan en jezelf mag voeden. Dan voel je het ook meer stromen door je benen heen. Helemaal naar je voeten toe. En vergeet ook je rug niet. Je mag ook je hele lichaam even helemaal gaan voelen, gaan waarnemen. Dat je je hele lichaam voelt, dat je er bewust van bent. En je hoofd, je schouders, je rug. En je voorkant, de borst, hartgebied, buikgebied. Je heupen, je benen, je voeten, je tenen, alles. En je armen, je handen, je vingers. Alles wat je... En de liefde en het licht dat je in en uit ademt, gaat helemaal door jou heen, tot het diepste in jouw cellen. En misschien moet je ook een paar keer even wat zuchten, en dat er al energie loskomt en vrijkomt. Steeds dieper in ontspanning komt, dat je je daaraan kunt overgeven, dat je ook steeds dieper in jouw lichaam zakt. En dat is voor mij ook thuiskomen bij jezelf. Dat je helemaal zelf kunt voelen, dat je je lichaam voelt. Dat je voelt dat je aanwezig bent. En ondertussen de frequentie stijgt ook wat en het wordt lichter.
En misschien zie jij het voor je, of misschien kun je het visualiseren dat er een soort van lichttempel of een lichtbol steeds meer om jou heen komt. Dat er steeds meer licht in en rondom jou aanwezig is. En dat je hierin en hierdoor beschermd wordt. En dat het je helpt je lichaam, maar ook dat het je helpt je frequentie te verhogen. En je mag je daar steeds meer aan overgeven. Omdat je voelt dat het lichter wordt. Het kan zijn dat hier en daar wat spanningen in je lijf voelbaar zijn. En eigenlijk mag je ze helemaal toelaten. En ook mag je het licht helemaal toelaten. Omdat het licht ervoor zorgt dat de vastigheid, de densiteit en eventuele zwaarte of spanning die je voelt, als het ware kan gaan oplossen of in ieder geval wat losser kan maken. Dus zie dat het iets is wat eruit gaat komen. Wat eruit komt. Het wil nou gezien worden, gevoeld worden. En door het licht, als je daaraan openstelt en overgeeft, kan je het licht ook gewoon zijn, haar werking laten doen. En je mag je daarin ook volledig gedragen voelen. Io so ranai tiana kara sai tia takara soi. Tarasi to ranai tiki kasoi ta sai ta arasi. Arasoi tia takoi ta harasai o rasa nai tio tuku koraita. Io sora nai tai tio soi tia naita. Ai so yanaita ki koyana saita yana. Purana yi ki ano soita yana ki. Kio sora ani tia nai sarai. Tai to sora ni tia naita. Kio sora hasi tia na takaita. Tu rana si. En het kan zijn dat er een symbool of een voorwerp zichtbaar wordt voor jou. En als dat niet is of als je dat niet ziet, geen probleem, maakt helemaal niks uit. Het gaat je helpen. En misschien komt het niet nu, op dit moment, als je dit luistert, naar je toe. Dan komt het misschien wel later, op deze dag, of op een ander moment, dat er iets naar je toe komt, waarin je voelt van binnen, hey, hier zit een boodschap van mij in, dit gaat mij helpen. Dus ontvang dat voorwerp of symbool of wat het ook is wat naar jou toe komt, ontvang het, omarm het en kijk wat het jou wilt vertellen. Maar je mag het ook echt binnen laten komen, binnen in je hart. Omdat het ook daar zijn werking gaat doen. En niet alleen in je hart, maar in je hele lijf, in je hele zijn, in je hele wezen. Ondertussen is er van mij ook een hele zachte, verfijnde energie aanwezig. En bij mij kleurt dat enigszins roze. En daarin voel en zie en weet ik dat het gewoon een hele zachte, fijne energie is. En dat komt eigenlijk ook als een soort van dekentje om je heen. Ja, dat je je ook altijd beschermd mag voelen en gekoesterd. En ook in momenten als je het moeilijk hebt, dat je daarop kunt terugvallen.
En dat je er ook in mag leunen. Van hé, weet je, soms mogen we het ook moeilijk hebben. Dat is normaal, dat is ook menselijk. En zeker in tijden zoals deze is het ook niet altijd even gemakkelijk. Maar dat we ons daarin kunnen terugtrekken. En eigenlijk vanuit een soort van oermoederliefde gedragen worden, getroost worden, gekoesterd worden, geliefd worden. En dat het soms oké is om het even niet meer te weten. Of dat het oké is ja, om even een mindere dag of mindere dagen te hebben. Maar belangrijk is wel om te weten dat je niet alleen bent. Nooit. Nooit. Het leven, het universum, de bron, de godgodin, je gidsen, engelen, meesters, I don't know wat er allemaal bij je is. Wat bij jou is voor jou, op jouw manier. En misschien zijn het wel dieren, de planten. Weet je, er is zoveel. En we zijn nooit alleen. Nooit. En je hoeft ook niet alles op jouw schouders te dragen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Je mag je zorgen delen. Je mag om hulp vragen. Je mag het gewoon samen doen. We hoeven het niet alleen te doen. Jij hoeft het niet alleen te doen. Niemand. Nooit. Je mag ook weer wat meer zakken in je lijf of nog meer met je aandacht in je hart en vooral in jouw bekkengebied aanwezig zijn. Kaito soita na taki na tokura na taki kiasaita tohura hani tiataka soita sora ni taito kukui na takara si doi soita ki. Kio so rahana tiki kyoto korana saita ti tu ra saita 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 saita. Als jij bewust bent van je tweede chakra, zit er eigenlijk iets onder jouw navel, hè, waarbij de vrouw ook de baarmoeder zit, hè, je genitaliën als het ware van binnen ook bij de man. Helemaal naar je tweede chakra gaat. Helemaal diep daar de verbinding met jezelf voelt. Kio sora sai ti kiana sai to sora ni. Taito kura naite kianasa. Ayo sora tianako kora ni tianai kaki. Kora sai to rasi tiana. En vanuit je tweede chakra mag je ook helemaal verbinden met je eerste chakra, maar ook met je derde. En vanuit daar met de vierde, met je hart, je vijfde keel, je zesde, zevende, achtste chakra en hoger. Maar ook jouw aardester, de chakra onder jouw voeten. Niet letterlijk onder jouw voeten, maar zo'n 20, 30 centimeter onder jouw voeten. En inderdaad ook jouw voetchakra's. Mag je daarin meenemen. Dat heel jouw systeem, dat heel jouw wezen, jijzelf en alles met elkaar verbonden bent. Vanuit je ziel en diep van binnen je kern, je wezen. Daya sura naiti kikana yatukura. Ayoto sura ni tianasa. Ta akura ni dianasura taki. Taika so rani tiana sarati. Kora sai. Da so rani tiana kora nataki. Ki asroita kiki aso rana. Tayata kukura ti ki kara soita sara ta 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 sara. Het is zo belangrijk om in jezelf aanwezig te zijn, om verankerd te zijn in jouw bekken, in jouw heupgebied,
in die onderste chakra's. Omdat dat is waar je woont. En waar je jezelf draagt. Niet alleen in je hart en je hele lijf, maar ook op chakra niveau. Omdat het jou de verbinding ook met de aarde geeft. Het laat jou aarden in je lijf. In jezelf, in je fysieke lichaam. Maar ook met je gevoel. Dat je weet wie je bent, waar je voor staat, wat je wilt. Wat goed voor je is of wat niet goed is. Jouw intuïtie wordt daardoor sterker. Je komt meer in contact met jezelf. En die aarding die is gewoon ontzettend belangrijk. Het thuiskomen in jezelf. In je kern, in je centrum. Jouw bekkengebied. Osoita si naito korana taki kia soita sa. Aito surani tianaka korasi aisu. Kio surani taharaita. Je mag nog zo lang als je wilt bij jezelf aanwezig blijven of in deze energie aanwezig blijven. Ik wil je in ieder geval bedanken als je deze video hebt bekeken of geluisterd. En weet, als je het weer even moeilijk hebt, waar je naartoe kunt gaan, maar vooral maak contact met je eigen hart. Als je weer even te veel in je hoofd zit, ga naar binnen. Ga hier naar je hart en naar je buik. Hou ze vast. Ja, één hand hier, één hand op je buik. Sluit je ogen, omdat dat er ook voor zorgt dat je naar binnen keert. Dat je makkelijker naar binnen keert. En alles wat in je hoofd gebeurt, laat het maar gebeuren. Weet je, dat mag er gewoon zijn. Maar laat je hoofd maar even. Een keer naar binnen, naar jezelf. Omdat dat is hoe makkelijk je weer bij jezelf terug kunt komen, thuis kunt komen. Ik wens jou een hele fijne dag. Take care. Love you. Mwah.